30 huizen slopen, 71 duurzame nul op de meter woningen bouwen. Strakke regels, deadlines, 9 gezinnen die hun huis uit moeten. Beter wonen, Dura Vermeer en Klimaatgarant gaan de uitdaging aan. Beter Wonen wil dat alle bewoners voor de kerst hun huis in mogen. Een race tegen de klok voor Dura Vermeer. Vooral in Stellendam is het flink aanpoten. Zeker als het slecht weer blijft. We willen toch dat wij met de kerst de doelstelling houden, het opleveren van de woningen. En daarom heb ik ze dus nou zeilen laten halen, want wij kunnen geen achterstand meer permitteren. Wij willen dat de mensen straks met de kerst de woning in kunnen. Dat is een hele geruststelling, John. In Ouddorp is meneer Bos druk bezig met het voorbereiden van zijn verhuizing. Ik ben bijna al dik 3 maanden mee bezig, hoor, met dit gedoe allemaal met die dozen inpakken. Dus alles. Van mevrouw en van mij. Ik hoop dat ik er zo meteen weer mee kan nemen in het nieuwe huisje. Nou, dan ga ik dus overpraten met de doktoren en vragen wat hun ervan vinden dat ik dat van plan ben. En of ze dan ook bereid zijn om mee te werken. Het is uiteindelijk een levenslang bestendige woning. Alles gelijkvloers, dus ja, dat werkt alleen maar mee ten goede. Laten we hopen dat het lukt, meneer Bos. Vandaag mag u in elk geval tekenen en krijgt u de sleutel. Kijk, aan u de eer. Nou, dankjewel. Ik ga de deur openen bij deze. Gaan we eens even binnenkijken. Ja hoor, inderdaad. Hij doet het. U heeft een levensloopbestendige woning, dus alles is gelijkvloers. Alles gelijkvloers, ja. En daarom ook de badkamer beneden. Ja, ja. Ah, die ramen, dat is fantastisch, hè. Het is een driedubbel glas, hè. Ja, driedubbel glas. Ja, en u kunt ze zo open doen en u kunt ook op de kiepstand. Ja, gaan nu energiezuinig, denk ik. Ja. Willy Voogd wilde ook graag een levensloopbestendige woning, maar heeft toch haar eengezinswoning geaccepteerd. De sleutel krijgt ze voorlopig niet, maar ze mag wel alvast een kijkje nemen. Vandaag gaan we een rondleiding geven door de woning om zeg maar een beeld te geven van hoe je toekomstige woning eruit komt te zien. Prima. In het begin had ik zoiets van, nou, wat moet ik er eigenlijk mee? Of vind ik dit echt wel leuk? Was ik echt wel aan het doen, maar 1,5 jaar overal heen te zwerven. Nou, daarnaast heeft de woning over alle verdiepingen zeg maar vloerverwarming. En elke ruimte is aparte regen. Ik haal de koude voeten, dus dat zal wel aangenaam wezen. Zullen we even in de keuken gaan kijken? Ja, dat is goed. Dat er nog zoveel moet gebeuren. Dat er nog een keuken of niks in staat en dat hier alles nog overhoop ligt. Daar heb ik mijn twijfels wel een beetje over, maar ja, ik hoop het. Heb jij er nog een beetje vertrouwen in, Michel? Gaat het allemaal op tijd afkomen? Ja, nu na een lange tijd, na de aanbesteding, zijn we erg blij dat nu de aankomende week de eerste woning opgeleverd gaan worden aan de eerste bewoners. Het heeft iets langer geduurd dan eigenlijk de bedoeling was, maar nu het eindelijk zover is, zijn we ook wel heel trots. Het is een drukte van belang in Ouddorp. Ook Annemieke en Bente mogen hun huis bewonderen. Wat voor kleuren wordt dit je kamer? Roze. Roze. En welke muur wordt roze? Allemaal. Allemaal. Ze weten niet dat de nieuwe buurvrouw op dit moment een rondleiding krijgt van Michel. Heel leuk. Ja, erg blij mee. Ja, fijne buurt van Peter, want ik ben hier opgegroeid. Hierachter in de straat ben ik grootgebracht. De hoogste tijd dat de buurtjes elkaar ontmoeten. Wat een verrassing! Hi, hallo. Frank van Klimaatgarant gaat de dames uitleggen hoe zo'n nul op de meter woning precies werkt. Ja, hier in deze kast is de warmtepomp geplaatst en het voorraadvat voor het warme water. De warmtepomp zorgt in de winter voor het verwarmen van de woning. En in de zomer koelen we de woning. Is het niet zo dat je bijvoorbeeld als iemand gedoucht heeft, dat je dan moet wachten totdat ze volgende kan douchen? Nee, het voorraadvat heeft een inhoud van 150 liter. Een normaal gezin kan er echt een hele dag mee uit de voeten. Het hele dak ligt hier vol met zonnepanelen. Die wekken energie op. En dit apparaat zet hem om in bruikbare stroom. Zodat je die terug kan leveren via het net of gewoon zelf kunt gebruiken. Dus wij monitoren in deze woning de opbrengst van de zonnepanelen, maar ook hoeveel energie de warmtepomp verbruikt. Hoe wordt dat bijgehouden? Ja, wij houden dat bij via dit kastje. Die stuurt de data naar onze server, zodat jullie als bewoner ook precies kunnen zien hoeveel energie de zonnepanelen hebben opgewekt. Dus je kunt dat echt zelf elke dag bijhouden. In Stellendam moet iedereen nog even geduld hebben. Dus ook Greet. De laatste tijd gaat heel goed. We lopen elkaar klem op de bouw. Ze zijn constant bezig. Of hebben we wat, dan wordt er gelijk naar geluisterd, zeg maar. Dus hebben we gekozen voor een mobiele kraan. Mensen gewoon bij de huizen komen komen. De mensen zijn blij dat ze eindelijk zien dat ze resultaten zien, zeg maar. Dus nu hopen dat ze de deadline gaan halen en dat we vlug weer nieuwe buurtjes krijgen. Nou, dat zou leuk zijn, Greet. Maar volgens mij zit je toch nog iets dwars. Goedemorgen.
Ik heb een vraag, ja. Of dat de rommel een beetje opgeruimd mag worden elke keer. Vanmorgen kom ik hier en ik zeg net al tegen de jongen van mij en ik ziel. Straks eerst een vuile schijf die zooi opruimen met die wind. Ik ga proberen nog beter mijn best te doen. Nou, dat liep met de sisser af. Maar blijft de sfeer ook goed? Worden de huizen echt kerstcadeautjes? We gaan het zien in aflevering 4.